Hoi allen, ik ben Tim en in deze video bespreek ik De Mol. De Mol is bekend, de winnaar is bekend. En wij hadden het natuurlijk fout. Waarom koos ik voor Daniel? Jurre dit, Jurre dat, Jurre zus, Jurre zo. Elke Wie is de Mol YouTuber zei Jurre. Elke Wie is de Mol YouTuber, behalve Max. Max zit fout, ik zit fout. Camera staat een beetje scheef. Waarom? Ach ja. Maar we moeten natuurlijk even bij de positiviteit blijven. Jurre is een goede mol geweest. Al vonden heel veel molloten op sociale media dat Jurre er een beetje te dik bovenop lag. Dat hij te veel verdacht werd. Dat het niet helemaal een goede mol was. Maar ik vond hem zelf een hele goede mol. Alleen ik vond de montage iets minder. Ja. En dan denk je natuurlijk, Tim, waarom heb jij je microfoon in je hand vast? Kijk, ik heb mijn microfoon. Als ik zo doe, kijk, dan praat ik ineens harder. Er is iets gebeurd. En zoals je misschien al ziet, het is een iets andere soort video. Ik probeer iets nieuws uit. Ik probeer een beetje een soort improvisatie te doen. Ik heb niet alles een beetje opgeschreven, omdat ik een beetje in shock was. Nou, wat is er gebeurd? Ik heb mijn microfoon laten vallen. Ja, heel dom natuurlijk. Hij stond op mijn standaard, die er altijd staat. En dit is mijn microfoon. En daar zit zo'n dingetje aan, die dan aan elkaar vast zit. Alleen toen ik mijn microfoon liet vallen, toen brak die af. En nu zit ik dus met een microfoon voor mijn mond. Waarschijnlijk is het wel beter voor het geluid. Want ik kan nu gewoon normaal praten en dan hoor je het veel beter. Maar het is ook een beetje gek in beeld zo. Zo'n microfoon zo voor je hoofd. Vorig jaar kreeg ik een opmerking toen ik dat deed. Kreeg ik een opmerking van, ja Tim, je kan beter gewoon ergens voor hebben of zo. Dat is makkelijker. Maar ik ga dus even een nieuw dingetje kopen. Hopelijk doet hij het wel. En breekt hij niet zo snel af. Beetje een ongelukje, om het maar zo even te zeggen. Om even verder te gaan. Jurre was natuurlijk de mol van seizoen 23. Ik kreeg veel positieve reacties. Het is ook een hele goede mol, moet ik heel eerlijk zeggen. Hij heeft heel veel leuke dingen gedaan in het spel. Er waren ook een paar hints, maar die vond ik een beetje... Ik vond sommige een beetje gek, zoals Oenemeloen. Dat was dus blijkbaar, oh, hier staat een mol. Dat was een hint. De groene kist, een mol krijgt altijd groen. Hadden we al gevonden natuurlijk, de meeste molloten. Sinds aflevering 5 is hier op 1 gekomen als verdenking. Ik denk dat de makers daar een beetje in de fout mee zijn gegaan. Al moet ik heel eerlijk zeggen dat iedereen vorig jaar zei, ja, Everon kan het niet zijn, want hij is zo onverdacht en hij is zo niet goed in beeld en zo. En hebben ze dit jaar proberen gebruik van te maken door het veel te makkelijk te maken. Ze moeten er eigenlijk een soort gulden middenweg in maken. Zoals jullie horen is dit echt een improvisatievideo. Ik probeer zoveel mogelijk een beetje te delen over wat ik van Jurre vind. Jurre zelf is een hele goede mol. Ik ben echt wel blij dat hij de mol is. Zoals ik al zeg, als Daniel de mol was, was het nog iets beter geweest. Maar dat komt dan puur door de montage. Je ziet kleine dingen, je ziet grote dingen. Nou heb ik ook nog even een vraag aan jullie. Ik heb het natuurlijk fout, de mol. En nou zijn er een paar dingen ingestuurd waarvan ik denk, ja, ik vind het eigenlijk best een goed idee. Er zijn dingen ingestuurd zoals, ga als straf met Jurre geluk steken en prikken doen. Steken en prikken doen. Dat soort dingen. Dus dat ik iets moet gaan doen omdat ik het fout heb. Dan mogen jullie in de comments ook een beetje neerzetten wat jullie leuk vinden, wat ik moet gaan doen. En wie weet ga ik dat ook echt doen. Ik beloof niks. Ik lees alles. Wie weet. Goed, dit seizoen van Wie is de Mol is natuurlijk afgelopen. Helaas. En ik ga natuurlijk volgend jaar ook weer verder met hints en theorieën video's. Met de podcast. Maar voordat dat natuurlijk aan de orde is, moeten we nog zo'n 3/4 jaar wachten. Nou ja, om die tijd een beetje door te komen ga ik allereerst de Mol België kijken. Is trouwens een hele goede aanrader. Dus stel jij zit deze video te kijken en je denkt, goh, wat is de Mol België? Dan moet je vooral even het linkje in de beschrijving checken. Dat is een WhatsApp groepsapp.
En daarin kun je zoveel mogelijk vragen stellen aan mij. Die beantwoord ik ook allemaal over de Mol België. Of het, waarom het een aanrader is om te kijken en zo. Maar het is echt een goede aanrader. Ik ga hier ook hints en theorieën video's voor maken. En ik zal hier elke week ook een podcast voor maken met Arjan, Kim en Dinant. Dan ben ik ten tweede ook bezig met een eigen spelprogramma genaamd De Moord. Wordt een spannend spelprogramma die rond oktober online zal komen. Een beetje Halloween-achtige sfeer. Maar om de rest van het jaar nog een beetje door te komen, ga ik een beetje vloggen. Gewoon een beetje het dagelijks leven van mij. Een beetje naar school gaan. Een beetje grappige content. Een beetje grappige vlogs. Ik ga nog een beetje reageren op bepaalde onderwerpen. Bijvoorbeeld programma's, tv-series. Gewoon een soort reactie. Met soms best wel slechte humor. En af en toe ga ik ook nog wel kleine series produceren die best wel interessant kunnen zijn. En dan ten derde ben ik bezig met een jaar lang durende video waarmee ik afgelopen januari in het geheim mee ben begonnen. In beeld zie je nu een klein stukje daarvan. En het wordt een hele vette video. Zeker als je fan bent van Wie is de Mol. En dan ten slotte en ten vierde ben ik ook bezig met een nieuw podcast idee in de trend van Wie is de Mol. Het zal ook allemaal komend jaar een beetje online gaan komen. Nou ja, er is dus in ieder geval genoeg content het komende jaar. Ik zal ook meerdere sneak peeks gaan geven via mijn Instagram, @Tim op YouTube. Wil je daar op de hoogte van blijven, moet je die vooral even volgen. Staat ook in de beschrijving. Verder zal er deze week van Wie is de Mol Nederland nog één podcast online komen met Kim, Arjan en Dinant, waarin we het nabespreken. Terwijl ik dit aan het opnemen ben, is het nog voor de finale. Dus ik ben heel benieuwd of vanavond ook daadwerkelijk mijn mol uiteindelijk de mol is, dus Daniel. Mocht dat zo zijn, dan wordt die podcast een feestje voor ons. Mocht dat niet zo zijn, dan wordt de podcast een feestje voor Kim. Maar dat terzijde. Ik hoop in ieder geval dat jullie heel erg hebben genoten dit jaar van mijn video's. Mijn hints en theorieën video's, mijn podcast, mijn recaps, mijn hints op Instagram. Alles en nog wat. Ik heb in ieder geval heel erg genoten van jullie, dat jullie altijd blijven kijken, hoe dan ook. En dan zie ik jullie hopelijk de volgende keer weer. Laters.